jullie weten al wie ik ben. Ik ben Ineke Zeeuw, ik geef workshops in Schiedam. En af en toe, dan film ik eventjes wat ik aan het maken ben. Vandaag gaan we taartjes maken, dus ik dacht, ik laat jullie even zien hoe je dat nou op een leuke manier kan doen. Het zijn er zelfs 3. Dus vind je het leuk om mee te kijken? Hier komt het. Zo, daar ben ik weer. Ik ga met deze basis leuke herfsttaartjes maken. Ik ga ze proberen alle 3 anders te maken. En jullie mogen met me meekijken. Misschien steek je er wat van op. Je ziet dat ik 3 verschillende maten heb. Dit is echt het allerkleinste rondje. Deze is ook wat hoger. Het is wel leuk, dan krijgen we nog een beetje hoogteverschil ook. Ik heb bedacht dat ik er eentje ga maken met plataanschors. Ik kies daarvoor deze. Deze is net ook ietsje hoger. Plataanschors heb ik gewoon gevonden. Kijk, ik doe hier een elastiekje omheen. En dan schuif ik de plataanschors er zo tussen. Dat kun je natuurlijk ook doen met bijvoorbeeld kaneelpijpjes of zo. Of stokjes die je allemaal op maat knipt. Ook een heel leuk gezicht. Ik laat het natuurlijk overlappen, zodat je het oase er straks niet tussendoor zit. En als het te hoog is, dan breek ik het bij. Ik ga binnenkort een workshop organiseren voor verstandelijk beperkte mensen. Ik heb er ook allemaal heel veel zin in. Ze zijn ook heel erg creatief. En ik dacht, dan mogen we natuurlijk niet met lijmpistolen werken. Dus dan lijkt deze optie me ook al heel erg leuk. Zo, kijk, het zit al. Zie je, het ziet er hartstikke leuk uit. Ik laat het ietsje oversteken, maar niet te veel. Want ik wil wel dat je, als je zit, ook wel een beetje erin kan kijken. En kunt zien wat voor bloemetjes dat erin zitten. Nou, die buitenkant is in ieder geval af. Bij deze ga ik met blaadjes werken. Ik heb appelblad. Dat heeft leuk 2 kleuren. Even een schaartje pakken. Zo, knip even een heleboel voor. Dan ga ik dan zo met spelden ga ik dat vast prikken. Zo, ik heb even speldjes gepakt. Zit die even aan de kant. Dan kun je ze natuurlijk zo erop plakken. Of zo. Maar ik denk dat misschien... Kijken of dat ik het ga combineren. Dat ik ze allemaal hetzelfde doe. Het is misschien ook leuk om het om en om te doen. Hop. Het onderkantje van het blaadje knip ik af. En ik doe maar 1 speldenprikje. En dat is in het midden van het blaadje. Want dan kan ik er straks een lintje overheen doen. Oh. Nou heb ik hem toch nog dezelfde kant op. Die is eigenlijk niet groot genoeg. toevallig precies goed uit. Dus kun je altijd nog een beetje ermee schuiven. Zo. Nu wil ik hier aan de bovenkant wil ik ook nog wat. Dus ik knip deze blaadjes op de hoogte van het oase af. Dus nu is de bovenkant recht. En dan ga ik met blaadjes een soort kransje maken. En dat doe ik ook weer om en om. Zorg wel dat je nog wat oase overhoudt. Anders kunnen we dadelijk het groen nergens meer insteken. Ja, kan nog precies nog. Zo, nou, dat is taartje 2. Zie je het hoe schattig? Nu taartje 3. Ik denk dat ik deze, omdat het zo'n klein taartje is, daar doe ik gewoon mos om. Dan wordt hij ook gelijk wat dikker. Even mos pakken. Zo, daar ben ik weer met mijn bloemetjes. Even kijken hoor. Ik heb een leuke hortensia. Dat is altijd goed natuurlijk. Dat vult ook zo lekker. En ook even wat groen. Dan heb ik dat neergelegd. Oh ja. Nog wat pistache. Het is allemaal weer een beetje rommelig. Mensen zullen denken, waarom doe ik niet allemaal een beetje meer organiseren? Ja, dat komt. Ik ga 's ochtends naar de groothandel, op de dag dat ik een workshop geef. Dus dan ga ik en naar de groothandel. En dan moet ik eventjes een voorbeeld maken. En alles klaarzetten, de tafels en de stoelen. Alle materialen, zoals... schaartjes, messen, alles. En dan kan ik ook nog even het voorbeeld maken. En ondertussen denk ik, ja, een filmpje ervan. Dat is ook nog wel leuk. Nou, jullie snappen. Is het allemaal best wel een hectische dag. Dus om het nog netter en georganiseerder te doen, dat lukt me gewoon niet. Nou, je ziet, ik heb gewoon zomaar wat geprikt. Een beetje groen. Vind ik leuk als dat er luchtig doorheen steekt. En het is eigenlijk altijd een beetje... net een puzzeltje die je maakt. Er zijn geen regels aan. Ik vind het vaak wel leuk om een beetje groepjes te maken. Maar alles netjes verdelen kan ook. En ik zorg altijd dat hij mooi rond wordt. Dus in het midden steek je het rechtop. Aan de zijkanten doe je het flink schuin. Dus je gaat... Ik doe even zo. Stokjes als voorbeeld. Als je gaat prikken... En je prikt alles zo in die richting. Dus wat hier tussen komt gaat weer zo. Je doet alles naar de kern prikken, alle stelen. Dan komt het helemaal goed. Dan krijg je er een mooie ronde vorm in. En niet te lang. Want ik zorg toch dat de bloemen bijna met een kontje op het oase komen. Want als ze te lang, dan krijg je alleen maar gaten van. En dat wil je ook niet. Weer kijken hoe prachtig. Het heeft echt niet zoveel nodig. Nou heb ik ook nog een zonnebloem. Ik vind het een beetje uit de kleur. Dus ik gebruik hem ook graag zo. Dan trek ik gewoon de blaadjes eruit. Dus je kunt ook een iets oudere zonnebloem gebruiken. Kijk, nou is die helemaal mooi in de kleur. Nou heeft hij wel een beetje kromme steel. Daar ben ik bijvoorbeeld mijn mesje weer kwijt. Hè? Ja, dat heb je met dat chaotische werk. Beetje ADHD misschien. Nou, maakt niet uit. Ik kijk wel even hoe ik de steel moet prikken. Ja, nou, ik zeg, helemaal leuk. Kunnen jullie het ook zien? Ik doe die even aan de kant. Wat hebben we nog meer? Besjes. Dit zijn roze klapbessen. Nog maar een takje bij. Nog een takje, mooi royaal groepje. En ik heb ook nog die leuke vruchtjes, deze. Die kun je op een, ja, ik wou zeggen, waar heb ik ze? Kun je op een cocktail prikken. Dan heb ik hier natuurlijk een hoop groen, dus er moet daar wel weer een paar bloemetjes. Even kijken wat ik daar weer ga versieren. Die vind ik even een beetje te donker. Ik denk dat maar. En ik had ook nog een andere roos. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Ik ga eens even kijken waar mijn mesje is. Oh ja. Ietsje meer opschuiven. Dat mag niet buiten het stuk vallen. Ik haal die er even uit om straks weer in te prikken. Ja. Nou, nog even kijken of dat hier een gaatje zit, bijvoorbeeld hier onder de zonnebloem. Dat doe ik dan nog eventjes een toefje hortensia. Op steel. Ik kan het dan nog ietsje verder prikken. Nou, het eerste taartje. Ik vind een plaatje is af. Oh, hier nog. Zeg ik dat die af is, zie ik nog een gaatje. Een beetje langer steeltje voor nodig. Oh, ik zie nog wat. Die laat ik dan expres een beetje omhoog eruit steken. Vind ik ook wel schattig. Nee. Dat is toch niet zo leuk. Ik doe er gewoon een stukje mos. Zo. Niet meer aankomen. Oh, ik zal wel in het zicht laten staan. Veel te gezellig gezicht. Nou, mijn lijmpjes heb ik nog niet nodig gehad. Ik doe er toch eerst even wat groen in. Ja. kan er tenminste toch nog iets over de rand heen. Aan de ene kant is een taartje helemaal niet moeilijk. En aan de andere kant gaat het zo erg over dat je op gevoel iets doet, dat het ook niet altijd zo uit te leggen is. Dat is dan weer rot van taartjes maken. Ja, dit staat levendiger, hè? Probeer ik toch een heel klein beetje over de rand te gaan met mijn spulletjes. Dan spreek ik nog maar even wat weg. Ja. Doe ik me niet te stijf worden. Voor de Gerbra prik ik het gaatje voor, omdat hij een hol steeltje heeft. En omdat je niet wil dat hij zich helemaal vult met oase. Zo. Mooie papaverbollen, dat is natuurlijk prachtig. Nou, hier nog wat. Deze houden we maar een beetje. Ja. Die eronder doen. Die doen we in. Nou, taartje 2 is ook klaar. Nee, laat staan, Ineke. Nou, taartje 3. Nou, klaar. Ik moet natuurlijk straks nog wat aan de zijkant doen. Wat hebben we nog meer in de aanbieding? Dat is wel heerlijk hoor, als je zo kunt kiezen uit allemaal van die mooie materialen. Ik word er helemaal, blij van. Doe ook maar weer wat groen. Oh ja, ik had nog hele mooie eucalyptus. Je kan natuurlijk ook altijd een rondje in je tuin doen hè, voor mooie materialen. Voor mooie blaadjes. Ik heb dit nog, dat is ook nog weer ergens een restje van. Leuk. Nou, gebruik ik die blaadjes ook maar. Het mag er wel een klein beetje overheen, maar niet te erg. Daar versteek ik die blaadjes iets meer naar het midden. Zie je, want als ik hem hier doe, gaat heel het model uit mijn taartje. Maar als ik hem zo prik, dan steekt alleen dit puntje nog maar uit. Even voor Tommy, daar ben ik weer. Even de bal gegooid voor Tommy. Ik heb ook nog hele leuke dadels. Kijk, hoe gaan we die bevestigen? Pak ik even een lange kram. Doe ik weer hetzelfde, ook weer niet te veel alleen aan de buitenkant. Want dan hangt hij er weer te ver overheen, wordt hij ook te zwaar. Nou, die ligt er toch nog. Stoppen we er dan ook maar in. hanesappeltjes. Even kijken, die doe ik misschien zo nog. Hij ligt me eigenlijk te erg in de weg, hè? Dadelpalmbes moet me even wachten. Deze krijg ik er zo niet ingeprikt. Zet ik hem even op draad. Doe ik het ijsdraadje zo door de hortensia. Vouw ik hem dubbel. Even deze om het steeltje. Wel even een ijzertangetje. Zo, dus beter. Nou, dan stop ik die er maar lekker tussen. Toch een roosje. Maak hem gewoon een stukje kleiner. Nou, ook een heerlijk taartje geworden zo. Nu nog even de zijkantjes doen. Doe ik die er nog in? Ja. Dat je zoveel leuke materialen hebt, blijft het ook wel ontzettend leuk om maar bezig te blijven. Ik ga even kijken of ik een leuk lintje heb, een touwtje. Ja. Ik heb hier een mooi stukje touw gevonden. Ik denk dat ik het er 2 keer omheen doe. Even meten. Hier heb ik natuurlijk wel op de plek van het elastiekje. Anders kun je ook altijd nog het elastiekje doorknippen. Als het touw eenmaal vast zit. Dan maakt het ook niet meer uit. Nee, ik maak geen knoop, dan vind ik het te grof voor. Hè? Ik denk dat ik het zo wel leuk vind. Ik heb ook van dit, dat is een soort papier met ijzerdraad erin. Hier leuk omheen. En dan kun je ook nog met het uiteinde, dan kan je even ergens om oprollen. Meestal gebruik ik daar een lijnpatroon voor. Dan kan je er zo'n leuk spiraaltje van maken. Ik doe er nog een extra stukje bij. Ik maak zo een foto, ook van de zijkant, dan kunnen jullie het beter zien. Kun je zelf zien of dat je het leuk vindt. Zo. En dan doen we om die maar een lintje. Nou, het lijpistool kan eruit, geloof ik. Ik ben er blij mee. Zo, dit zijn ze geworden. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden wat ik heb gemaakt. Ik ben er zelf helemaal tevreden over. Deze leuk met het strikje. Ja, de materialen zijn ook zo mooi. Hè? Dat scheelt ook wel de helft. Als je mooie materialen hebt, krijg je alles mooi. Nou, we gaan de klant ook altijd weg met een mooi resultaat. Want heel erg moeilijk was het niet, zeg nou zelf. Hey, dank jullie wel allemaal voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. En als je op het rode knopje drukt, dan volg je me. Dan ben je abonnee. En vind ik hartstikke fijn. Hoe meer, hoe beter. En een leuke reactie achterlaten. Daar ben ik ook blij mee. Dank je wel. Doei doei.